Dit gaat steeds verder. Dit is ook na maandag weer erger geworden. Nu zijn we dus bij de voorgevel van het woongedeelte. Daar zie je de scheuren boven de kozijnen zitten, onder de kozijnen. Als je elke avond met de wetenschap wat hier loopt gaat slapen, dat je niet meer rustig slaapt. De stress bij de mensen is ook aanwezig. De scheuren zitten inmiddels niet alleen in de muren, maar ook in de mensen die in dit gebied wonen. Om dit aardbevingbestendig te herbouwen, twee grote veestallen met een woning, met een kantine, met een garage enzovoort, ik schat dat je rond de 3 miljoen kwijt bent. Ik laat me op deze manier laat ik mij niet van het kastje naar de muur sturen. Dat hebben we wel gehad in Groningen. Dat zijn we helemaal zat.